Alex, ja. Hartstikke leuk dat je hier bij Amersfoort bent. Dankjewel. Ik weet dat jullie ook Dropshot ondersteunen, financieel ondersteunen. Je ondersteunt Amersfoort. Mm-hmm. Maar wie heeft nou bij jou de voorkeur? Ja, dat is wel een lastige vraag. We hebben natuurlijk ook Duinwijk. Ja. Ja, ik denk dat ik me daar niet over uitlaat. Goed. Nou, dat is een heel diplomatiek antwoord. Ja. Maar je hebt de Duinwijk, je hebt Amersfoort en je hebt Dropshot. Je zit ook bij de MBB. Het hele imperium van de kolk is erg zichtbaar bij Bep.on. Wat is jullie doel hiermee? Ja, toch ook dat we aan de ene kant wat in de sport voor de sport kunnen betekenen. En aan de andere kant hopen we daar ook wat dingen van terug te zien. Dat is het eigenlijk. Dus een soort investering in de badmintonsport op zich. Omdat we dat leuk vinden. En dat we er ook wel iets voor terugkrijgen. Ja. En merk je dat ook? Als je dat ons ondersteunt. Tenminste andere verenigingen ook. Ja. Daar komt altijd wel wat uit. We zijn zichtbaar voor de mensen. En ze komen vaak naar ons toe om ze even aan te spreken. Van joh. Ja, het is heel laagdrempelig eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja, want we kennen je vader natuurlijk al jaren. Die heeft altijd bij Amersfoort gezeten. Die heeft altijd ons Amersfoort ondersteund. Zijn jullie nu van plan om in ieder geval dat uit te breiden naar andere clubs? Niet binnen de eredivisie, denk ik. Want dat is niet echt handig. Maar misschien andere clubs in de regio. Je weet het nooit. Dat, als daar wat uit kan komen, dan zijn wij wel bereid om daar wat te doen. Een beetje een win-win situatie, zoals ik net al aangaf. Ja, dat is voor ons natuurlijk ook belangrijk. Heb ik nog een andere vraag. Wij hebben een hele entourage hier. Ja. Zie je dat bij andere verenigingen ook? Ja, er zijn een hoop mensen die veel effort erin steken. Een hoop vrijwilligers ook. Ja, en het ziet er altijd wel professioneel uit, vind ik. Ja, perfect. Ja. Dropshot. Oké, bedankt. Ja, dankjewel Fred. Goedenavond allemaal. Kunnen we de tegenstander ook even een rijtje geven? Snel aan iedereen voorstellen. Vanavond de thuiswedstrijd, deze avond met een Dropshot. Goed. 2.
Thank you.
Thank you.
Ja, Rune, vanavond 8-0. Hoe voel jij je? Ja, dat zei ik ook tegen de groep. Weet je, als je verliest met 8-0, dat is zo'n dreun. En uiteraard zaten er ook hele goede partijen. Ik heb echt mooie partijen gezien. En als je tegenstander uiteindelijk dan wint, is dat te accepteren. Maar als ik straks thuis kom en ik kijk naar Teletext en ik zie 8-0 staan, ja, dat doet gewoon pijn. Ja, ik ken het gevoel, Rune. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Ik heb net de uitslag gezien van Smashing. Ja. Die staat nu 1 punt met 23 punten. Wij staan met 22 punten. Dan staan we 1 naar de onderste. Dat wordt een hele klus. Ja, wij moeten volgende week naar Groningen. En wij moeten daar 8-0 gaan halen. Het is niet anders. Het is de enige opdracht. En ik weet uit mijn hoofd niet tegen wie Smashing moet. Nou, Smashing heeft vandaag tegen Amor gespeeld. Dat weet ik niet. Nee, tegen Roosteren. Dus dat kan een 4-4 partij worden. Precies, ja. Dus je kan ze alle twee dan dingen. Want Rooster staat geloof ik op 25 punten. Ja. Dus als het 8-0 wordt, dan heb je weer een beetje lucht. Ja, dat hebben we ook meegegeven. Alle focus nu op volgende week. En we moeten daar scoren. Freek is er dan ook weer volgende week bij? Ja. Dat is wel natuurlijk wel weer een pluspunt. Want die kan weer 2 punten binnenhalen. Precies. Absoluut. Ja. En ik heb Remco heel erg bedankt. Hij heeft vorige week meegedaan, nu ook weer. Vorige week goed gespeeld. Nu heeft hij ook goede dingen laten zien. En super mooi dat het kan, hè? Vanuit team 2 dat we iemand door kunnen schuiven. Maar het liefst hebben we natuurlijk een volwaardig team. Ja, we hebben een opdracht, Rune. Als we volgend seizoen toch weer beter willen. Ja, dat hebben we zeker. Ja. Absoluut. Oké, jongen, in ieder geval prettig weekend en 8-0, slik ze maar eventjes door. Oh ja, vreselijk.